Heb jij je wel eens afgevraagd hoe een klein land als Nederland in staat was om een gebied dat nu Indonesië heet, volledig in zijn macht te hebben? Hoe vestigden de Nederlanders een koloniaal gezag? Daarover meer in deze video. Oké, we gaan heel even terug om te begrijpen hoe de Nederlanders nu eigenlijk in Indonesië zijn gekomen. Daarvoor gaan we terug naar Nederland in de 16e eeuw. Want toen begon de 80-jarige oorlog van 1568 tot 1648, waarbij de Nederlanders zich vrijvochten van Spanje. Nou, in 1602 werd de Vreemde Oost-Indische Compagnie, de VOC, werd opgezet. En dit bedrijf ging handelen met gebieden ten oosten van Nederland. Onder andere in Zuid-Afrika, wat dan weer in het zuiden ligt, maar voornamelijk in India, zelfs in Japan, in China, Taiwan, maar voornamelijk in Oost-Indië, wat nu Indonesië heet. De VOC bracht gigantisch veel opbrengsten voor de Nederlandse Republiek. Echter, door de jaren heen werd de VOC steeds corrupter en wist het zich ook niet aan te passen naar veranderende economische omstandigheden. En uiteindelijk ging de VOC failliet in 1799. In 1816 kwamen de gebieden in Oost-Indië die onder gezag van de VOC stonden in handen van de Nederlandse staat nadat ze kort onder Brits gezag hadden gestaan. En hiermee was Nederlands-Indië geboren. Nou, begrijp dat op het moment dat de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië gebukt gingen onder de naam Nederlands-Indië, begin 19e eeuw, de Nederlanders nog niet overal de baas waren in wat nu Indonesië is. Dat gebeurde gedurende die 19e eeuw. De Nederlanders ondernamen vele bloedige koloniale oorlogen om al deze gebieden aan zich te onderwerpen. En hiervoor gebruikten zij een koloniaal leger, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, oftewel het KNIL. Het KNIL bestond uit zowel Europese als inlandse soldaten. We gaan eerst even kijken naar de Europese soldaten. Waarom zeg ik Europees en niet Nederlands? Nou, Nederland is natuurlijk een klein land, dus kon onmogelijk zoveel soldaten leveren voor een leger om die gigantische gebieden in Indonesië onder controle te houden. Daarom werden er ook mensen elders uit Europa gerekruteerd voor het KNIL. In het KNIL had je dus Zwitsers, Duitsers, Engelsen, Belgen en Fransen. In het KNIL zaten voornamelijk Indische soldaten. Rond 1900 was de verhouding tussen inlandse en Europese soldaten 60 op 40. En na de Eerste Wereldoorlog werd het 80 op 20. Maar dan snap ik even niet, hè. Als er nou meer inlandse soldaten waren in het KNIL, dan hadden die toch gewoon in opstand kunnen komen tegen die Nederlanders. Want zij waren met meer en de Nederlanders waren met veel minder. Kon ze die Nederlanders gewoon uitjoppen? Gewoon zo, dat is een goede vraag. Begrijp heel goed dat op het moment dat de Nederlanders de Indische eilandenarchipel ging koloniseren, het nog niet één land was als wat het nu is, Indonesië. Dus bijvoorbeeld een soldaat uit Ambon die moest vechten tegen een rebel uit Aceh, die moest vechten meer dan 1000 kilometer van waar die vandaan kwam. En daarom zagen de Ambonezen de Acehnezen niet als hun landgenoten. Dat zou later veranderen. Nou, het Nederlands koloniale leger, het KNIL, vocht op Java, op Sumatra, op Bali, op Lombok en vele andere plekken. En begin 20e eeuw was de volledige eilandenarchipel gepacificeerd door de Nederlanders. Hè? Wat nu Indonesië is, stond toen onder volledig gezag van de Nederlanders. Al moet je wel begrijpen dat de Nederlanders nooit overal tegelijkertijd in dezelfde mate de baas waren. In regio's als Aceh, daar bleef het onrustig tot en met de Tweede Wereldoorlog. En zelfs nog daarna. Nou, hoe bestuurden de Nederlanders nu Nederlands-Indië? Nou, ze maakten gebruik van indirect regeren. Wat betekent dat, indirect regeren? Wat de Nederlanders deden, was dat zij bestaande machtsstructuren, die lieten zij bestaan. Met andere woorden, je had in een Indisch gebied bijvoorbeeld een sultan die daar aan de macht was. Wat de Nederlanders niet deden, was die sultan wegsturen. Nee, die Nederlanders lieten de sultan gewoon op zijn positie zitten. Echter moest die sultan doen
wat de Nederlanders hem opdroegen. En wat is hier nou een voordeel aan? Nou, dat is dat voor de lokale bevolking het lijkt alsof er niks veranderd is. De sultan is nog steeds aan de macht. In werkelijkheid hadden de Nederlanders het voor het zeggen. Hiermee kun je dus zeggen dat er een duaal regeringsstelsel bestond. Aan de ene kant had je het Nederlandse regeringsstelsel en aan de andere kant het lokale regeringsstelsel. Maar besef dat ten alle tijde het Nederlandse regeringsstelsel boven het lokale regeringsstelsel stond. Nou, toen Nederlands-Indië in 1816 in het leven werd geroepen, waren er hoge verwachtingen binnen Nederland dat deze kolonie veel geld zou gaan opleveren. De Nederlandse regering had ook geld nodig, want door die Napoleontische oorlogen was de handel stil komen te liggen en had Nederland zich nog nauwelijks kunnen industrialiseren. Een land als Engeland had dat veel beter voor elkaar gekregen. En ook was het zo dat de Engelsen een flinke concurrentie vormden als het aankwam op buitenlandse handel. De eerste gouverneur-generaal van Nederlands-Indië was G.A.G. van der Capellen. Nou, deze meneer had nobele bedoelingen. Hij wilde niet dat de Javaanse boeren, waar de Nederlanders voornamelijk nu nog de baas waren, werden uitgebuit en hij vaardigde wetten uit om dit te voorkomen. Echter, de Nederlanders hadden geld nodig en de handel kwam maar niet op gang. De financiën waren één grote puinhoop en de Nederlandse overheid had immers de schulden van de VOC overgeërfd. Waar het op neerkwam was dat iedereen ontevreden was. En toen braken er op Java epidemieën uit. Mensen werden ziek en gingen dood. En dit leidde tot een opstand, geleid door Dipo Nigoro. Hij was de zoon van de Javaanse sultan in Yogyakarta en leidde een opstand tegen het Nederlandse gezag. De Java-oorlog duurde van 1825 tot 1830 en Nederland offerde gigantisch veel materiaal, manschappen en geld uit om deze oorlog te winnen. Ze wisten deze oorlog te winnen, maar de schade was enorm. De eerste jaren van Nederlands-Indië waren catastrofaal. Nederland had geld nodig en er moest geld in het laadje komen. Economische principes waren nu het belangrijkst. Onder gouverneur-generaal Johannes van den Bosch veranderden dingen aanzienlijk. Hij voerde het beruchte cultuurstelsel in. Hierbij werden de Javaanse boeren uitgebuit. Zij moesten namelijk 20% van hun oogst afstaan aan de Europese markt. Het gevolg hiervan was dat veel Javaanse boeren dan maar gingen oogsten voor de Europese markt en daarvoor de voedselproductie voor Java verwaarloosde en een gevolg was hongersnood. Ook was het zo dat het systeem gigantisch corrupt was en zowel lokale regenten als Nederlandse bestuurders genadeloos misbruik maakten en Javaanse boeren uitbuiten. Extreme armoede en hongersnood was het gevolg. In 1870 werd het cultuurstelsel dan eindelijk vervangen. Vanaf 1900 voerden de Nederlanders de ethische politiek door. Op dat moment vonden de Nederlanders dat het hun taak was om de inlandse bevolking te beschaven en achtten zij zichzelf verantwoordelijk voor de welvaart van de Indische mens. Zij wilden deze welvaart verbeteren, want er was nog immers heel veel armoede onder de Indonesiërs. Dat deden zij aan de hand van een drietal pijlers. Irrigatie moest de landbouw verbeteren, immigratie moest een overbevolkt Java tegengaan en educatie. Indonesiërs moesten onderwijs krijgen. Dit hele systeem was weliswaar goed bedoeld, maar geen succes. Uiteindelijk was het zo dat de enkele Indonesiërs die wel onderwijs genoten, zouden zich later ontpoppen tot felle nationalisten. En dit brengt ons op de nationalistische bewegingen. Bewegingen van Indonesiërs die een onafhankelijk Indonesië eisten. Deze bewegingen waren heel verschillend. Sommige waren heel extreem, andere weer gematigd. Sommige handelden vanuit een ideologie, andere vanuit het geloof. Eén beweging was bijvoorbeeld de PKI. Dat was de Indonesische Communistenpartij, die echter verboden werd na een mislukte opstand in de jaren 20. Dan had je ook nog de PNI, de Partij Nacional Indonesia. Oftewel de partij die een onafhankelijk Indonesië wilde en wilde alle Indonesiërs van alle bevolkingsgroepen en geloven verenigen om een onafhankelijk Indonesië voor elkaar te krijgen. Nou, de Nederlanders zagen dit als een bedreiging. En toen in de jaren 30 de economische crisis ook toesloeg in Nederlands-Indië,
kwamen de Indonesiërs en de Nederlanders steeds verder van elkaar te staan. De Nederlanders voerden censuur door. Vrijheid van meningsuiting mocht nog maar heel beperkt. Alleen partijen die het Nederlandse gezag steunden, werden toegestaan. En de koloniale politie kreeg steeds meer bevoegdheden. De kloof tussen de Nederlanders en de Indonesiërs was groter dan ooit. En toen, eind 1941, lanceerde het Japanse keizerrijk een genadeloze aanval. De westerse kolonie in Zuidoost-Azië, de Filipijnen, Hongkong, Maleisië, Singapore en ook Nederlands-Indië werden onder de voet gelopen door de Japanse keizerlijke troepen. In maart 1942 gaf het KNIL en de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië zich over aan de Japanners. En dus bestond Nederlands-Indië niet meer. Flash forward naar augustus 1945. Na de atoombom op Hiroshima en Nagasaki gaf het Japanse keizerrijk zich over. Toen Japan zich overgaf, ontstond er een zogeheten machtsvacuum in Indonesië. Dat wil zeggen dat er op dat moment niemand echt de macht had. De Japanners die hadden zich overgegeven, de Nederlanders waren weggejaagd of zaten nog in Japanse kampen. Dus de Indonesiërs die besloten dat het tijd rijp was voor een onafhankelijk Indonesië. En de Indonesische nationalistische leiders Sukarno en Mohammed Hatta die verklaarden de onafhankelijke Indonesische Republiek. De Nederlanders waren het daar niet mee eens en zij stuurden troepen. En dit leidde tot de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, in Nederland ook wel de politionele acties genoemd. Maar dat is een verhaal voor een andere keer. Als jij nou meer wil weten over deze Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, klik dan hier voor een video die ik heb gemaakt op locatie in Jakarta, de hoofdstad van Indonesië. Kijk ook even naar mijn Engelstalige kanaal voor interessante video's. Dankjewel voor het kijken, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer.